Wij zijn hier bij Syndion in Gorinchem voor de Innovatie Impuls on Tour bijeenkomst. Waar we met elkaar kennis en ervaring delen over de inzet van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Goedemorgen allemaal en heel erg fijn dat jullie er zijn. Nou, jij vroeg net om een voorbeeld van zorgtechnologie. Er was een bewoonster die heel graag een hondje wilde. En ja, een hondje was helaas niet mogelijk op locatie. Maar nu hebben ze dus de robokat aangeschaft. En ja, mijn vrouw leeft daar echt van op. Ja, ik hoef het niet. Nee. Maar ik vind het wel leuk om mijn lievelingsdieren zijn dolfijnen. Oh ja, dus... misschien een keer een robotdolfijn. Ja. Nou, vanmorgen hebben we vooral heel veel mooie ervaringsverhalen gehoord. En dan vooral ook van de cliënt zelf. En dat was voor mij toch wel heel bijzonder, omdat je als het gaat om technologie toch vaak de projectleider, de adviseur, de persoonlijk begeleider spreekt. Maar nu kregen we echt eens van mensen met een beperking te horen hoe de inzet van bepaalde technologieën voor hen een heel groot verschil kan maken. De belangrijkste les die ik andere bestuurders wil meegeven als het gaat om zorgtechnologie in de gehandicaptensector, die gaat om neem de cliënt vanaf het begin af aan mee en het liefst zet de cliënt in regie. Heel leerzaam met alle nieuwe innovaties. Ja, het was een leuke dag. Ik vind het leuk dat ze hier een marktje hebben naast alle workshops. Goede intro, goede gastsprekers, mij motiveert dat in ieder geval wel. Veel geleerd, veel gedaan, nieuwe gadgets gezien. En ja, ik heb in ieder geval heel veel zin om er mee aan de slag te gaan.